het was weer een verwoest in de nacht. Met een zoon die mijn kussen doet. Dan heb ik het nakijken. Goedemorgen dan. Wie zit daar een boek te lezen? Rika? Ja, mensen. Het is dus tijd om te vertrekken. Midas zit al in de fietskar. Wat is er, Midas? Ik wil nu gaan. Wil je nu gaan? Ja. Oké. Ja, we moeten nog een klein beetje inpakken. Het is dus een regenachtige dag. Maar ja, een beetje regen kan ons niet deren, nietwaar? Ja, Midas, gaan we vertrekken? Jij wil vertrekken. Oké, we zijn klaar om te vertrekken. Tot op het ondergoed nat geregend, worstelend over berg en door dal, eten wij nu pizza in Gouvy. Het is te mal. Nou, waar zijn we nu weer beland, jongens? In een klein paradijsje. Wat heb je hier soms? Je denkt, wat zijn het voor huisjes allemaal? En daarachter ligt dan een fantastisch tuintje. En Rika is crepe aan het maken, oftewel pannenkoeken voor ons. En dit is ons plekje. Ja. En daar is onze gastvrouw. Druk in de weer. Papa, maar ik zie het niet. Dit doet die pakken, maar het woont dood, denk ik. Oké, lekker. Aan het werk, Midas. Andiamo. Oké, dat is lief ik in het avondlicht, een zacht licht en een beetje onscherp. Maar vertel eens over dit plekje waar we zijn. We zijn weer verwelkomd door Marie-Thérèse. Oei, daar gaat een vleermuis. We zijn in een heel een paradijselijk, oasig, prachtig klein tuintje. Met een heel klein grasveldje en allerlei beelden eromheen. Met heel veel liefde aangelegd en onderhouden. En we mochten zelfs... we hebben de schuur mogen we ook gebruik van maken. Daar is een droog toilet. Een toiletsesh. Waar je na je behoefte doen zaagsel overheen moet strooien. En net kwam ze naar buiten of we de kindjes ook nog in bad wilden. Dus zijn we nog met z'n allen lekker in bad gegaan. Hebben we daar gespeeld met alle speelgoed. Want deze mevrouw heeft 11 kleinkinderen. En heeft dus ook alle toebehoren in huis. Nou, dat was heel... lekker. En nu ben ik moe, maar rozig van het warme bad. Ja. Ja, het was ongeveer 40 graden toen ik daar binnenkwam. Ja, het was echt dampen. Er zat een van een blazertje, had ze als extra verwarming aangezet. En dat had ik niet door, dat het op 35 graden stond. Dus je bent licht gekookt. Ja. Nou, slaap wel. Lieveke, en tot morgen op Gouvy. Gouvy is groovy. Yeah.